jullie dadelijk. Ja. Nou, bedankt. Ik zie je zo. Zeg, Bart, ik weet niet of je het weet, hoor, maar er staan een paar jongens die vast een huiswerk niet hebben gemaakt, maar wel een heleboel andere kalken. Wat ja, jongens. Boos staat daar. Wat is dat nou? Kan iemand mij voorkomen? Want als de winterschilder komt om mijn hele kelder te verbouwen, wil ik dat wel graag even van tevoren weten. Het is jou? Wel mooi, hoor. Ja. Wat is dat nou? Dat is graffiti. En wat is graffiti? Dat is op de muur spuiten, in de spuitbus. En waar doen jullie dat nou zoal? Nou, langs de metro of op treinen. Als je maar grote vlakken hebt. Gekleurde vlakken. Grote letters. Nou hoor ik van een heleboel mensen die zeggen, nou dat is helemaal niet mooi en we hebben alleen maar last en het bederft alles. Wat vinden jullie daar nou van? Dat is op de muur schrijven. Dat je je naam op de muur schrijven, dat vinden de meeste mensen niet mooi. Maar dit is echte kunst. Dus een kunstwerk is nooit weg? Nee. Oké. Okay. Nou, ga lekker door. Ja. We zien het aan het eind van de uitzending wel of het af is. Goed? En dan hebben we een hele goede oplossing gevonden. Als u nou alleen zingt en oefent als Carla naar school is. Dus tijdens schooluren. Nou. Aandacht voor Johnny Camaro. Hoi, wordt geroepen geloof ik. Jongens, spuit lekker verder. Maak niet zoveel zooi van, hè. Wow. Wat een mooie schilderij is dat. Prachtig. Hé, die man. Happy, ja. Van de graffiti, ook hartstikke bedankt. Het is echt te gek geworden. Bel meteen even met die minister dat je de deltawerken ook komt doen. Want het is maar een saai blok beton. Tot zover Boos. Volgende week om 4:10, dan zijn we er weer. En ook dan, kijk Boos. Dit was de eerste aflevering van Boos uit 1988.